Hallo iedereen! Hallo! Welkom bij weer een nieuwe video! 1, 2, 3, fuck it! Ik ben hier vandaag samen met mijn bestie Celine. Hallo! A.k.a. Nice Penny. Ja, toch een deel ervan. Een deel ervan, ja. En wij gaan samen Assumptions About Us opnemen. Dus ik heb jullie gevraagd om vragen te stellen en veronderstellingen. De eerste hebben we al vaker beantwoord, maar dat is dat wij gezoend hebben. Yes, klopt. Klopt, we hebben wel vaker tijdens een kusje gegeven op stap of vroeger bij de scouts of zo. Zoals wel vele vriendinnen, denk ik. Ja. Dan, jullie posten nooit een foto zonder filter, stories of verhaal, omdat jullie onzeker zijn. Oei, ik post nooit zonder filter, dat klopt, maar niet omdat ik onzeker ben, maar gewoon omdat ik mijn foto mooier wil maken. Ja, maar op stories of een verhaal bedoelen ze. Ik gebruik ook wel vaak een filter, maar... Ja. Ook wel niet altijd, als ik zo iets beauty product of zo moet tonen, dan doe ik dat ook wel vaak zonder, zodat ze kunnen zien. Of bijvoorbeeld gsm-hoesjes, dat tot die kleur niet verandert. Ja, inderdaad. Maar, niet altijd, maar vaak wel, ik gebruik ook wel vaak een filter, omdat dat is mooi. En dat weet niet, ik vind dat gewoon leuk om door die effectjes erop te hebben. Dus maar niet omdat ik onzeker ben. Soms, als ik nu eens pukkels heb of zo, zoals de laatste tijd ik niet zo'n goede huid, dan denk ik wel, thank god voor filters. Ja, vind ik dat gewoon leuker om mezelf iets beter in beeld te zien. Ja, over laatst moest ik ook iets filmen, maar ik had mij niet... Oeh. Ja, niet vertrekken. Ik had me niet geschminkt of zo. En ik dacht, weet je, ik zet er gewoon een filter op, dan hoef ik mij niet te gaan schminken. Ja, filters met eyeliner of zo, dan denk ik ook zo, chill. Ja, dat had ik gedaan. Ik dacht, dat is toch chill, dan hoef ik mij niet schmink op te gaan doen of zo. En dat was, geen video voor mezelf. Ja. En ik kon ook moeilijk aan iemand anders. Amai, dat is lelijk. Echt mos. Zo'n groene auto. Oké. Maar je kunt ook moeilijk zo... voor je klant iets aanleveren zo zonder zo gans maar. Maar hier op YouTube gebruik ik ook geen filters. Nee, dus niet dat wij daar onzeker over zijn. Nee, dat is waar. Nog een veronderstelling is dat wij roken. Nee. Wie zou, waarom zouden mensen dat denken? Ik weet het. Ik haat echt Maar dat roken. Kwam ook wel een paar keer terug. Ik ben echt heel erg tegen roken zelfs. Mm. Jij ook, hè? Oh, ik heb vroeger wel eens geprobeerd om te roken. Ook letterlijk één keer. En toen dacht ik echt, oh, wat is de lol hiervan? Ik toen zo mijn sigaretten, omdat dat cool was. Ik zat op een kunstschool en dat was zo... stijl maken. Stijl. Maar niet lang. Dat was maar een maandje of zo. Mm. Dat kost ook keiveel. Ja. En Niels rookt. Ah, Allee, rookte. Nu vaped hij, dus nu ruikt dat tenminste niet stinken en zo. Ja. Maar... ik had wel in het begin gezegd dat hij daarmee moest stoppen, want ik vond het echt heel vies roken. Dus iedereen die rookt, stop ermee. Ja, dat is vies. De volgende veronderstelling is dat wij nooit ruzie hebben. Boah, weinig wel, maar... Maar nooit, discussie niet, ook wel of zo. Ja, een discussie, maar echt grote of meningsverschil of zo. Ja. Of dat we het niet eens zijn met elkaars... idee of zo, maar echt grote ruzie. Dat zijn geen fusies, dat zijn discussies of meningsverschillen. Want die zijn er zeker, het zou maar raar zijn als dat niet is. Ja, wij werken ook samen, dus het zou raar zijn. Je kunt niet over alles eens zijn. Hè? Nee, dus dat. Ja. We zijn ook geen één eigen tweelingen. Nee. Nee, maar een ruzie hebben we ooit één grote ruzie gehad, maar voor de rest... wel echt ruzie niet, hè. Nee. Was altijd wel snel... bijgelegd of zo. Soms voel je je awkward. Dat is wel in de jeugdpraat, maar... Ja. Wanneer je promo, story of foto moet maken. Op beeld ben je stijf. Oei! Ik weet nu niet of ze wil zeggen dat ik effectief in mijn stories vaak stijf ben. Of dat al is, of... Oei. Nou, ik weet niet. Misschien soms, als ik bij mezelf denk, misschien wel is, dat... Soms als het je dag niet is of zo, je moet zo happy doen. Ja. Dat je soms wel, als ik dat dan daarna terugkijk, dat ik denk van amai, hoe onenthousiast komt jij over. Maar dat is ook omdat we allebei een vrij trage stem hebben. Ja. En dat al snel zo wat, eentonig. Ja, zou kan overkomen. Dus dat denk ik wel. Maar
dat is, ja, zoals wij nu praten, praten wij ook. Maar je kunt ook zo praten en jij, ja, we doen een nieuwe Q&A extra zijn. Dat gaat ook, hè, maar. Maar ja, als je dat constant moet doen. Ja. Allee, ik wil nog altijd mezelf blijven. En niet op mijn video, op mijn stories gans van. Nee, dat is waar. Zo overdreven moeten doen, want dan zet ik ook een persoon neer. Ja, daarom. Maar je hebt mensen die dat doen, ook niks mis mee natuurlijk. Ja, ja. Als dat zo je type chat is. Ik ken wel mensen die zo vanaf dat de camera of zo aangaat. En we're rolling! Een heel ander persoon zijn, echt. Maar ja, dat is niet hoe wij zijn. Nee. Ja, kan dat awkward overkomen? Ja, echt awkward, ik weet ik niet. Ik niet awkward, ik want ja, niet. Ik zit alleen in mijn living, dus dan moet ik me niemand awkward voelen. Ik voel me ook nooit awkward, maar komt dat misschien zo over dan veranderen? Ja. Ja, ik weet niet. Ja, dat kan, maar we voelen ons alleszins niet awkward, maar misschien... Hoe wij praten dan. Ik heb dat wel soms in een vlog of zo, dat ik zo niet op mijn woorden kan komen. Ja. En dan denk ik echt zo, hoe vaak zeg ik Ja. En dan durf ik dat wel zo eens eruit knippen. Ja, want ik denk van, wow, dit moet echt zo saai zijn anders. Dat doe ik ook wel, maar is maar, dat awkward? Nee, dat is gewoon eerder van, ik kom even niet op mijn woorden. Dat is dat. Heeft iedereen wel eens. Ja, dat is dat. Maar ik voel me daar niet awkward mee. Oké, wacht, want dat waren er twee. Jullie waren populair op school vroeger. Ik was, wacht hè, ik heb in het eerste en tweede middelbaar ergens anders op school gezeten dan in het derde, vierde, vijfde, zesde. Eén en twee was ik echt absoluut niet populair. En toen ben ik van school verhaald en toen was ik wel bij de popular girls. Ja? Ja. Wel best wel het populaire groepje toch wel, ja. Ik heb, ja, op hoe noemt dat, lagere school totaal niet. Dan was ik echt de bonus taak. De grootste van de klas en ik werd altijd uitgelachen. En ik mocht wel naar feestjes gaan van de dochter van Helmut Lotti en zo. Dat was wel shit. Dan heb ik eerst in die stopschool gezeten. Daar was ik ook niet populair of zo. Was ik gewoon, denk ik. Nee. En dan op een kunstschool in Genk was ik wel zo ook... Met zo'n populair groepje zo. Yeah. Allee, ja. Daar was dat niet zo echt van populariteit, maar wel zo'n cooler groepje. Ja, samen met Michelle. Michelle was cool girl. Ja, dat was wel zo... Allee, maar ik denk ook wel dat mensen ons raar vonden op een of andere manier. Maar ook wel cool, denk ik, hè. Misschien zit ik er zo totaal naast. Misschien denken die mensen nu van, dat was totaal niet. Maar ja... Echt populair. Ja. En op internaat was ik ook niet populair. Want op internaat was zo een groepje meisjes heel populair. En ik hoorde daar nooit bij. Oh, balen. Ja. Maar ja. Ja. Zo beter. Inderdaad. Jullie gaan op een andere manier om met stress. Ja, denk ik. Ja. Ik ben sowieso veel meer stresskip, denk ik. Niet? Ja, hangt van het moment af. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook gewoon op dit moment in mijn leven ervaar ik gewoon heel veel stress. Ja, inderdaad. Dat denk ik wel. Op een andere manier... Ja... Ik denk dat ik sneller kan loslaten of zo misschien. Sowieso. Dat ik bij mij blijft iets wel veel langer malen in mijn inderdaad. Hoofd. Dat denk ik. Maar ja, qua ontspannen en zo, we gaan allebei graag in bad of zo. Ja. En we kijken YouTube-video's of zo om te ontspannen. Om de stress tegen te gaan. Maar ja. Ja, maar jij, ik denk gewoon dat jij stress misschien iets langer vasthoudt als mij. Sowieso. Maar ik heb dan ook wel soms, maar ja, dat is niet van stress misschien, paniek aanvallen of zo. Dat is waar. Maar dat is. Ja, is ook een beetje soms als ik. Dat merk ik wel, als het drukker is of zo, dat ik dat sneller heb. Dus dat is ook weer een andere manier, maar... Ja. Ja, we zijn daar wel misschien anders in, ja. Ja, moeilijk te zeggen. Oké, de volgende is, jullie kijken alle vlogs van elkaar. Fout. Nee, ik heb er echt geen tijd voor gewoon, met Noah. Ja, ik kijk wel eens soms. Ja, ik kijk ook wel eens soms. Als ik zo niet... weet wat erin zou komen als zo. Ja, maar het ding is, wij weten ook veel, als wij elkaar maandag terugzien, als we elkaar eens een weekend niet hebben gezien, want dat is dan ook nog vaak, maar dan vragen we ook gewoon, hoe was uw weekend? En dan weet je het, dus dan moet ik die vlog niet meer gaan kijken. Dat is waar. En ik kijk ook gewoon echt heel weinig vlogs. De enige die ik nog kijk is Monica Geuze, denk ik. Ja, momenteel kijk ik ook echt weinig vlogs. Ja. De enige die ik kijk, twee Engelsen, voor de rest ook niks. En dat is één keer in de week. Mm-hmm. Voor de rest kijk ik ook wel geen. Maar ja, dat is ook. En we zijn ook vaak
samen of ja, zo. Ik moet niet alleen zijn vlog van de Ardennen gaan zien. Nee, weekendje Ardennen, ja. Maar bijvoorbeeld de vlog van... dat je dat weekendje Ardennen met Nick, dat heb ik wel van vandaag ga ik dat kijken. Omdat daar was ik niet bij. Ja, maar dat is waar. Ik weet dat wel en je hebt mij wel video's gestuurd hoe dat eruit ziet. En ik heb dat wel gezien, maar toch wil ik dat zo nog eens. Ja, en als je daar ook eens wilt naartoe, dan kun je zo toch weten hoe ziet dat eruit of zo. Het is zoiets bijvoorbeeld wel, maar... Ja, niet alles gewoon. Nee. Of zoals toen Noah met de Sint. Je hebt mij dat wel allemaal verteld, maar dan wil ik dat wel zien. Ja, dat is waar. Zo'n ding dus, wel. Dat is waar. Ja. Jullie kunnen van alles eten zonder bij te komen. Ja, vroeger wel. Ja, fout en juist eigenlijk. Want we kunnen wel veel verzetten, om het zo te zeggen. Ja, wel, ja. Maar ik merk gewoon wel met ouder worden dat ik wel meer moet opletten. Ja, vroeger kon ik echt niet normaal eten en dan kwam er geen gram bij. En nu, als ik niet normaal eet, komt er misschien wel na 2 weken een kilo bij of zo, snap je? Ja, als je gewoon inderdaad veel ongezond eet een lange tijd of zo. Maar vroeger kon ik dat wel echt. Ja. En dat is moeilijker gewoon met ouder worden, denk ik. Maar we kunnen wel niet klagen, we hebben allebei wel een goed metabolisme, zo, denk ik. Jij krijgt altijd dezelfde campagnes als Celine. Ja, voor een deel. Ja, waar, een deel niet. Ja. Maar het ding is ook dat we hetzelfde e-mailadres hebben. Ja, die vraag zag ik bij mij ook een paar keer voorbij komen. Want inderdaad, we hebben gewoon hetzelfde e-mailadres. Dus als er een klant mailt, dan stellen we elkaar ook voor. Ja. En soms kiest hij dan alleen mij, soms kiest hij alleen Thalisa. Of anders allebei. Ja. Want dat zag ik wel een paar keer. Want jullie doen vaak hetzelfde. Ja. Maar dat is nu eenmaal omdat we elkaar ook voorstellen. Ja, dus dat. Ja, dat komt in één andere mailbox. Bij andere influencers zie je dat ook gewoon vaak terugkomen. Ja. Als je ons apart zou zien, dan zou dat niet zo raar zijn. Maar we worden gewoon vaak samen geassocieerd. En daarom is dat misschien zo voor mensen van jullie nu hetzelfde. Ja, mensen volgen vaak ons beiden. En dan zie je dat. Ja. Maar andere influencers doen ook vaak dezelfde campagnes als wij doen. Dus, Ja, alleen met zo mommy-gerelateerde dingen. Ja. Ja, daar heb ik niet zo familiedingetjes of zo. Nee, of mommy-dingen. Ja. Ja, dat is logisch, hè. Je bent veel chiller dan Celine op alle vlakken. Op alle vlakken? Dat is een kerel die dat stuurt. Ja. Dat is echt al genoeg. Waarom, hè? Met me niet chill. niet op alle vlakken, niet denk op alle vlakken, nee. Zeker niet. Maar op sommige vlakken wel en sommige niet. Ja, ik denk dat ik iets meer zo stressy ben of daar sneller of dat langer in mijn hoofd laat malen en zo. Maar niet op alle vlakken, nee. Jij kunt u ook heel hard opjagen in dingen waar ik echt mij totaal niet in wil opjagen. Ja, inderdaad, dus dat. Ja, en ik ben misschien wat chiller op vlak van schmink of zo ook, of uiterlijk, dat ik eerder denk van fuck it. Dat is omdat je een goede huid hebt. Toch? Ja. Ja, alleen momenteel, als ik nu denk aan mijn... Ja. Dan denk of ik bedoel, zo ergens naartoe gaan, in mijn jogging, niet geschminkt. Misschien iets eerder, hè? Ja. Iets chiller. Maar daarom niet dat jij dat niet doet, hè? Nee, maar ik bedoel, iets chiller misschien op zo'n vlak, ik weet het niet. Dat kan wel. Oké, dan ga ik de laatste. Thalisa is jaloers op Celine haar lichaam. Wat nu weer? Boah, niet echt eigenlijk. Vroeger wel, denk ik. Vroeger had ik dat. Nu vind je mijn lichaam niet meer mooi. Jawel, je hebt een heel mooi lichaam, zeker. Perfecte lichaam. Maar ik ben... Je hebt je eigen leren appreciëren. Ja, het is ik heb mijn lichaam. Ik heb altijd wel aspecten, denk ik, waar je van denkt van, ik wou dat... zoals ik in mijn video ook al zei, want ik wou wel dat mijn benen iets langer waren zoals de uwen of zo. Ja, ik wou wel dat mijn buik iets platter was zoals de uwen. Ja. Maar je leert ook gewoon je eigen lichaam appreciëren doorheen de jaren. En je bent gewoon wie je bent. Je bouw is uiteindelijk... wij zien er voor mensen misschien vrij hetzelfde uit of zo, maar uiteindelijk hebben we wel een heel andere bouw. Ja, ik weeg ook bijna 10 kilo meer als u. Jong, 10 hoor. Zes. Maar je bent ook wel groter, hè? Moet je denken? Ja, 2 centimeter. 2? Ah, oké. Okay, wacht. 3. Nee, wacht. Ik ben 75. Ah ja, ik ben 73. Ja, maar dus op zich is dat niet zo'n groot verschil. Nee. Maar uiteindelijk
valt mij dan ook niet op dat ik zoveel... Nee, totaal niet. Zoveel dikker dan als u ook zei. Maar nee, dat ik 6 kilo meer weeg. Dat is gewoon, dat is de bouw gewoon. Ja, snap inderdaad, je? Ja. Gij, dus... Ik denk dat jij meer, als jij al bijkomt aan je buik hebt, en bij mij zit dat echt aan mijn kont en aan mijn bovenbenen of zo. Ja, als ik bijkom... Ja, bovenbenen of mijn buik als ik bijkom. Maar... Dat is gewoon een ander model. Ja, ik weet ook gewoon... Als ik zo'n magere buik wil hebben als u, en dan moet ik voor mij kei veel eten laten. Mm. En dat zou ik niet willen, snap je? Want dat is niet mijn bouw. Nee, dat is ook. Dat heb ik ook gewoon. En bij mij, ik moet er gewoon echt niet veel moeite voor doen. Ja. En Nick is er vaak zo van: let ik nog eens apps oefeningen gedaan. Dan zit je apps. Ja. Dat is gewoon mijn bouw, echt. Ja, het is dat. Ik sta er gewoon ergens anders op. Genetisch bepaald. Ja, ook een beetje. Als ik kijk naar mijn mama, die heeft ook al die vet opslaat in haar buik en haar bovenbenen. En dat is hetzelfde bij mij. Ja, daarom. Dus ja, ik kan wel 100 apps oefeningen doen en heel veel eten laten. Dan heb ik misschien ook zo'n buik. Maar ik ga daar dan veel meer moeite voor moeten doen als jij. En dat is waar. Dat is niet. Dus nee. Ik ben gewoon blij, met, ook wie blij je bent. Met wie ik ben. Ja. Dat is het belangrijkste. Dus dat is waar. Oké, dat waren de assumptions about us. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ja, ik hoop het ook. Hopelijk hebben we wat dingen de wereld uit kunnen helpen. Ontkracht of bevestigd, inderdaad. Doe zeker thumbs up. Volg ook zeker mijn YouTube-kanaal en Nice Family, als jullie dat nog niet doen. Yes. En dan zie ik jullie volgende keer. Doei!